Goedendag. Een koude nacht hebben we achter de rug. Ik kreeg heel veel van dit soort foto's binnen van thermometers waarbij het kwik duidelijk onder nul terecht kwam. En dat zien we ook goed terug op de kaart met de minima van afgelopen nacht. Op grote schaal dus fors. Het koudst werd het in de achterhoek, min 3,3 graden. Maar ook in Groningen en aan zee werd het kouder dan min 3 graden. En dat betekende voor fruittelers ook hard werken afgelopen nacht om de knoppen van de fruitbomen te beschermen. Daarvoor moet er worden beregend. Daardoor vormt zich een soort isolatie rondom die knop. Daardoor komt de temperatuur rond die knop niet onder nul terecht, waardoor die knop het dus ook kan overleven. Voelt misschien een beetje tegenstrijdig om er ijs rondom te laten vormen, maar het is een soort isolatiemateriaal. En daardoor kunnen die fruitbomen uiteindelijk toch hun vruchten gaan afwerpen. Voor de rest hebben we vandaag te maken met een prima weerbeeld. Een mix van wolken en zon, overwegend droog en temperaturen rond de graad of 10. Maar in de loop van de dag gaat die bewolking wel toenemen vanuit het noordwesten. En dat gaat toch wel een weersverandering inluiden. Zie we ook goed terug op de weerkaart. Die buienactiviteit neemt vanavond toe. Kunnen stevige buien gaan worden. Zeker woensdag overdag met hagel of een klap onweer. En ook een stevige noordwestenwind, waardoor het echt wel koud gaat aanvoelen. Donderdag verandert er eigenlijk weinig in dat weerbeeld. Opnieuw buien die gaan overtrekken. Dan meer vanuit het westen van het land. Maar dan ook weer kans op hagel en onweer. Vanaf vrijdag dan zien we toch een verandering op de weerkaart. Een lage drukgebied zien we verschijnen ten westen van Nederland. Met ten oosten van het lage drukgebied een zuidelijke stroming, hogere temperaturen. Eerst is het daarbij nog droog, maar vanaf zondag toch ook wel weer een toename van die onstabiliteit. En dan kunnen er ook wel weer enkele buien gaan overtrekken, maar dan dus wel met dus hogere temperaturen. Vanmiddag hebben we dus te maken met die mix van wolken en zon. Temperaturen zo rond 9 of 10 graden met daarbij een matige wind uit westelijke richtingen. In de loop van de middag neemt dus vanuit het noorden die bewolking wel steeds verder toe. En krijgen we vanavond dus met enkele buien te maken die gaan overtrekken. temperatuur ligt dan zo tussen 5 en 7 graden. Uiteindelijk vannacht dalend naar zo'n 2 tot 4 graden. En zeker landinwaarts kunnen die buien wel eens een winters karakter gaan krijgen. Woensdag wordt echt wel een gure dag. De wind die neemt nog wat in kracht toe, wordt noordwestelijk, is matig boven land en vrij krachtig aan zee. Maximaal liggen zo rond 9 graden en met regelmaat trekken dus die buien over met kans op onweer of wat hagel. Tussen die buien door is er dan wel ruimte voor de zon. Dan maak ik even een sprongetje naar komende zaterdag. Want dan is het natuurlijk al Koningsdag. En we kunnen nu wel iets duidelijker gaan kijken naar het weerbeeld van Koningsdag. Ik heb daarvoor ook even de afgelopen jaren erbij gepakt. Daar, daar zien we toch heel veel variatie in Koningsdag. Vaak toch wel vrij koel. Cool. Er is eigenlijk maar één warme Koningsdag geweest. En dat was in 2020. Maar toen hadden we een noodgedwongen woningsdag. We moesten toen natuurlijk binnen blijven, dus daar hebben we niet echt heel erg van kunnen genieten. Kijken we naar de afgelopen twee jaar, was het toch ook wel vrij koud. Graad of 13, in de nacht zelfs soms wat vorst. Maar dat ziet er dit jaar dus wel anders uit. Pak ik even de meerdaagse erbij. Dan zien we dus donderdag en vrijdag nog wel vrij lage temperaturen met 10 of 11 graden. Maar vanaf zaterdag dus die veranderende stroming. De wind gaat dan vanuit het zuiden waaien. En gemiddeld hebben we dan zo'n 17 graden. Zou me niet verbazen als we in het zuiden misschien wel naar een graad of 19 gaan. Met daarbij een mix van wolken en zon. Pas in de avond neemt dan die buienkans wat toe. Nou, ook de dagen daarna blijft het dus vrij zacht Weer, zeker ten opzichte van het weer wat we nu hebben, maar dan wel dus die toenemende kans op enkele buien. Pak ik nog even de pluim erbij, dan zien we dus ook duidelijk die tweedeling terug. Eerst nog dat vrij koude weer, maximaal rond de graad of 10. Koningsdag, dat lijkt echt de dag van de verandering te zijn. Dan dus die hogere temperaturen en dat houdt daarna ook echt wel een hele tijd aan. Temperaturen zo tussen 15 en 20 graden, soms zelfs wat uitschieters tot boven de 20 graden. En daarmee laten we dat echt koude weer voorlopig dan weer even achter ons. Tot de volgende keer!